Nederland moet op korte termijn drastische maatregelen nemen om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Dat stelde kabinetsadviseur Johan Remkes gisteren in zijn rapport over het stikstofprobleem. Daar ga ik over praten met Richard Schuurman. Die staat hier ook op de redactie. Richard, weet Flevoland nu al welke harde keuzes er gemaakt moeten worden? Nee, eigenlijk niet. Remkes heeft natuurlijk zijn rapport gisteren gepresenteerd en zegt er moeten harde keuzes worden gemaakt in Nederland om het stikstofprobleem aan te pakken. En dat vergt van alle sectoren inspanningen. Maar het kabinet moet nog exact een reactie gaan formuleren. En dat zal ook nog weer besproken gaan worden met alle betrokken provincies. En die moeten weer gaan praten met de gemeente. Dus hoe dat voor Flevoland uitpakt, dat weten we eigenlijk niet. Of we bijvoorbeeld op de A6 terug moeten van 130 op grote stukken naar 100 of 120. Dat is nog niet bepaald. Laat staan dat duidelijk wordt of de provincie de snelheid op de provinciale wegen gaat terugdringen van 80 km per uur. Remkes wil dat bouwvergunningen weer zo snel mogelijk worden verleend. Maar de bouw moet wel flink bijdragen aan die lagere stikstofuitstoot natuurlijk. Kan dat eigenlijk wel? Dat ligt er maar helemaal aan over welk project je het hebt. Heb je een woningbouwproject dat tegen een Natura 2000 gebied aangrenst, zoals bijvoorbeeld Almere Poort of bijvoorbeeld ook in Noordoostpolder heb je dat. Ja, dan heb je wel een probleem, want hoe ga je dat compenseren? Nou, die vraag stelden wij ook aan de gemeente Almere vandaag, maar die was vandaag, misschien door de situatie rondom wethouder Eijkma, niet in staat om een reactie te geven. Dus gingen we ook naar de gemeente Urk, want daar hebben ze de Zeeheldenwijk in ontwikkeling. En daar denken ze dat ze het probleem en het varkentje van het stikstofprobleem wel kunnen wassen. Aan de oostkant van Urk staat de Zeeheldenwijk met ruim 1400 woningen gepland. De plannen zijn al in 2017 goedgekeurd. Maar toen kwam de uitspraak over de stikstof en de gevolgen van de wijk voor natuurgebieden in Overijssel. De plannen zijn tegen het licht gehouden, maar wethouder Gerrit Post is optimistisch dat de Zeeheldenwijk er komt. Ja, klopt. Kijk, de grenswaarden zijn verlaagd naar 0,0. En wij zaten met de berekening destijds in 2017 tegen die grenswaarde aan. Daarbij gingen we vanuit dat de woningen nog aan het gas aangesloten zouden worden. Inmiddels weten we per 1 juli 2018 dat we gasloos moeten bouwen. Dus wij zien wel gunstige aanknopingspunten om die grenswaarde te benaderen, desnoods te halen. U denkt dat als de Zeeheldenwijk van het gas gaat, dat dan de uitstoot van stikstof ook bijna naar nul kan? Nou ja, dan zullen we in één lijn die kant opkomen. En natuurlijk kun je dan kijken wat voor duurzaamheidsmaatregelen je verder in dat gebied neemt. Post denkt dat in 2021 de eerste huizen in de Zeeheldenwijk er kunnen staan. Als eerste begint volgend jaar al de bouw van de Michiel de Ruiterbrug. Dan Richard de Veeteelt. Remkes wil de veestapel verkleinen en die wil oudere vervuilende veebedrijven saneren vlakbij Natura 2000 gebieden. Is dat in Flevoland een oplossing? Dat is ook nog niet helemaal helder, want er moet geïnventariseerd worden om hoeveel bedrijven het gaat. En eigenlijk hebben we in Flevoland vooral nieuwere bedrijven met modernere installaties. Dus daar is waarschijnlijk in de praktijk niet eens zo heel veel winst te boeken als het gaat om de aanpak van de veehouderij. En LTO Noord, de landbouworganisatie, die vinden ook eigenlijk dat de focus een beetje ten onrechte steeds maar op die veehouderij en de landbouwsector wordt gelegd. Luister even naar Arnold Michielsen. Waar het eigenlijk om gaat is kwetsbare natuur. En met name de kwetsbare plantjes in die natuurgebieden moet je beschermen. En we moeten erkennen dat we die in Flevoland niet hebben. Dichtstbijzijnde kwetsbare natuur, zoals dat genoemd wordt, zijn de wiedeweerribben en zijn de veluwe. Dus in Flevoland kennen we die natuur niet. Het is zelfs nog anders. We hebben in Flevoland het meest vervuilend natuurgebied van Nederland. En dat zijn de Oostvaardersplassen, waar er enorm veel stikstof ligt. Oh, en die Oostvaardersplassen produceren de juiste stikstof? Hoor ik u dat nu goed zeggen? Nou ja, u kunt zich voorstellen, als er heel veel dieren zijn in dat gebied, die dieren laten ook van alles vallen. Maar waar het om gaat is, kijk naar de landbouw. Dan is het wel triest dat de landbouw steeds weer genoemd gaat worden. Als je ziet wat voor inspanningen de landbouw de laatste jaren heeft gepleegd. 67% reductie is er gerealiseerd door de agrarische sector. Dus eigenlijk zou de agrarische sector complimenten moeten krijgen voor de werkzaamheden die zij doen op dat gebied. Ja, en dan tenslotte natuurlijk, hoe kunnen we het anders vergeten? Lelystad Airport, wat zegt Remkes daar dan concreet over? Nou, daar heeft hij eigenlijk helemaal niets over gezegd. Hij heeft aangekondigd dat hij in het voorjaar van 2020 met een aanvullend advies komt over de luchtvaartsector. Hij zegt ook, die luchtvaart kan absoluut de dans niet ontspringen. Daar moet wat gebeuren, ook van een bijdrage vanuit de luchtvaart, om het stikstofprobleem aan te pakken. Maar hij zegt nu nog niks over Lelystad Airport. En dat maakt op zich actiegroepen ook best wel een beetje ongerust. Bijvoorbeeld Red de Veluwe zegt, het kan toch niet zo zijn dat de luchtvaart die dans gaat ontspringen.
zij zullen ook moeten bijdragen, net als de veehouderij en net als de mensen die op de weg zitten, de automobilisten die minder hard mogen gaan rijden. Nou, over Lelystad Airport zegt Kamerlid Suzanne Kreugen van GroenLinks op Twitter gisteren dat de opening van Lelystad Airport, dat daar binnenkort zeker nog geen besluit over te nemen valt. Maar dat is niet helemaal helder, want Remkes komt dus komend voorjaar pas met zijn advies. Maar minister Cora van Nieuwenhuizen heeft nog niet zo lang geleden aan de Tweede Kamer geschreven dat zij voor het eind van het jaar duidelijkheid hoopt te hebben over hoe het stikstofprobleem voor Lelystad Airport precies moet worden aangepakt. Dus krijgen we nu eerst eind dit jaar antwoord van minister van Nieuwenhuizen? Vraagteken. Of moeten we wachten tot Remkes met zijn vervolgadvies komt? Dus dat zijn toch dingen die nog onduidelijk zijn. Maar het is volgens het ministerie ook een beperkt probleem, die stikstof. Maar daar zijn de meningen dus ook over verdeeld. Lelystad Airport is natuurlijk ook een rijksproject. Dus we wachten daarmee ook even, wel even pas op de plaats maken wat het ministerie en wat de minister hierover zal zeggen. Ja, en dan moeten we op basis daarvan moeten wij ook kijken hoe dat uitpakt voor Lelystad Airport. Wij zijn verantwoordelijk voor de gebiedsprocessen in onze provincie. Lelystad Airport is nadrukkelijk een rijksproject, dus daar ligt ook even de verantwoordelijkheid en daar wachten we even af. Gaat u er nog wel van uit dat Lelystad volgend jaar open gaat? Wij gaan in principe er nog steeds van uit dat Lelystad Airport open gaat. Maar goed, ook daarbij in dit dossier is ontzettend veel gaande. Er is heel veel nieuwe informatie die komt. We hebben pas geleden ook weer informatie gekregen ook vanuit Europa die positief uitpakt. Dus dat zijn allemaal dingen die we bij elkaar moeten wegen.